Ja, ik heb via mijn YouTube-kanaal regelmatig vragen en ook wel verzoeken om wat dingen wat meer toe te lichten. En een van die verzoeken is om iets te vertellen over bellyboten. En ik heb inmiddels aardig wat jaren ervaring met in ieder geval mijn eigen bellyboot. En daardoor denk ik dat ik best wel weet wat voor- en nadelen van een bellyboot zijn, toch in ieder geval als het gericht is op mijn visserij. Dus ja, om te beginnen, hè, voordat ik van start ga met wat uitleg daarover, wil ik heel duidelijk toelichten dat ik niet het idee heb dat ik alles weet van bellyboten en ook niet van alle vormen van visserij die met bellyboten te maken hebben, maar zoals gezegd, ik heb best wel wat ervaring met mijn manier van visserij en ik denk dat dat aardig overeenkomt met de wensen van andere visserijen in het algemeen. Dus ja, voor mij is het zo dat ik, en dat heb je in eerdere video's kunnen zien, een aantal jaren geleden meer tijd kreeg. Dat ik in de gelukkige omstandigheid zit dat ik tijd kan indelen zoals ik zelf wil. En ik ben mijn leven lang al een fanatiek sportvisser. En dat is de eerste jaren, zoals bij elk jochie geweest, met de vaste hengel, een werphengeltje, een beetje vorentjes vangen, snoeken. En toen kwam mijn interesse voor karpers. En dat heb ik in de periode 1973 tot ruwweg 2000 heel fanatiek gedaan. Daarna ben ik me meer gaan richten op snoeken, in eerste instantie met dood-aas. Fantastische leuke vangsten, maar natuurlijk het nadeel dat dat best een visserij is waar je heel veel zitvlees en geduld voor nodig hebt, omdat je de meeste dagen maar relatief weinig beet krijgt. Eén of twee of drie op een dag is al een goede dag. Maar uiteindelijk zijn dan wel de vangsten best wel spectaculair te noemen. Hè? Met dood aas, zeker op groot water, zie je toch dat als je wat vangt, dat het altijd best groot is. Maar goed, de vliegenhengel kwam voor mij steeds meer in de aandacht. En ik heb op allerlei vissoorten gevist met de vliegenhengel. Maar op een zeker moment was toch snoek wel hetgene wat ik het leukste vond. En net als iedereen in de polder van de kant af, in singels, noem maar op, overal waar makkelijk snoek te vangen is. Nou, ging dat met de vliegenhengel nog makkelijker, want dressuur is natuurlijk een bekend verschijnsel. Dus ja, op een zeker moment toen ik meer tijd kreeg, een jaar of 4, 5 geleden, toen heb ik toch maar besloten om een bellybootje te kopen en op plaatsen te komen waar het minder druk is en waar je echt bovenop de vis kan komen. Nou, in die periode, ik praat over zo'n jaar of 4, 5 geleden, was de keuze in bellyboten best redelijk beperkt. Inmiddels is dat wel heel anders. We zaten eigenlijk net in de transitie van de traditionele bellyboot. Wat eigenlijk een hoes was met een binnenband, om het heel simpel te zeggen. Bladders noemen ze dat, geloof ik. En nogmaals, ik heb niet heel veel verstand van alle soorten die er te koop zijn, maar ik probeer ruwweg de verschillen uit te leggen. Nou, dat soort bellybootjes hebben vele jaren prima dienst gedaan, maar het nadeel is dat het allemaal redelijk instabiel is en je zit ook vrij laag in het water over het algemeen. Vrij kwetsbaar ook, hè, want er zit simpelweg een binnenband in en die is dan natuurlijk wel te repareren, maar toch, dat is niet wat ik wilde. En in die periode dat ik een bellyboot aanschafte, waren de eerste PVC bellyboten op de markt en dat is een totaal ander soort bellyboot als de boten met een binnenband. Want een PVC bellyboot is eigenlijk volledig gemaakt uit een verstevigd PVC, noem het maar even het zeildoek wat ook voor vrachtwagens gebruikt wordt. En zo'n boot is veel sterker, slijt vaster, stabieler. En dat zijn dan allemaal boten van het type high and dry. Dat wil eigenlijk zeggen dat je niet met je kont in het water zit, maar dat je eigenlijk best een flink stukje boven het water zit. En dat maakt het wel zo comfortabel. In die periode dat ik op zoek ging naar een bellyboot, waren dus de eerste PVC bellyboten op de markt. En ik heb me toen laat adviseren en een Savage Gear bellyboot aangeschaft. Die er in twee maten te koop zijn. In de maat 1,50 meter en 1,70 meter. En die 1,70 meter boot heeft ook paddles.
En dat zag ik toen als een groot voordeel. Maar goed, 1,70 meter boot aangeschaft. En ik had het geluk dat ik een SUV-auto had waar die opgeblazen in kon. Ik zat wel met mijn stoel helemaal klem tegen mijn stuur aan, maar goed, dat had ik er graag voor over. En ik ben met dat ding gaan vissen en ik moet je zeggen, dat is me uitzonderlijk goed bevallen. Ik heb gekozen voor die Savage Gear vanwege de maat. Het is dan toch, ja, zeker als je groot water op gaat, is 1,70 meter toch wat stabieler als zo'n wat kleinere boot. En ik was ook gecharmeerd van de paddles die daarbij zitten. Eigenlijk een soort montage waar je paddles op een scharnierpunt zet. Twee dopjes om ze te borgen. En ja, dan kun je je eigenlijk verplaatsen zoals met een klein roeibootje. Maar al snel bleek dat, ja, dat eigenlijk geen meerwaarde heeft. Ik ben ook begonnen met korte flippers. En ik kwam er al snel achter dat dat wel leuk is op klein water. Maar zodra je wat groter water op gaat, ja, dan flipper je eigen ongeluk met die kortere flippertjes. Dus ik ben heel snel overgeschakeld op de langere flippers. In mijn geval van Mad Cat. Maar het merk maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want die dingen zijn praktisch allemaal hetzelfde. Ja, en met die lange flippers kun je prima uit de voeten. En ik had het idee, als ik wat grotere afstanden wil overbruggen, dan pak ik mijn paddles. Maar ja, ik kwam er al snel achter dat dat gewoon geen meerwaarde heeft. Tenminste niet voor mij en voor mijn soort visserij. Want ja, met flipperen, met een beetje kracht, ga ik bijna net zo snel als met die paddles. En van die paddles heb je wel de rest van de tijd last op die bellyboten. En zeker met een vliegenhengel. Als je, ja, aan het casten bent, dan kom je lijn erachter. Ik moet je zeggen, iedereen die denkt aan het aanschaffen van een bellyboot en denkt aan paddles, als je niet van plan bent een motortje onder die bellyboot of aan die bellyboot te hangen, doe dat gerust. Maar ik moet je zeggen dat als ik een nieuwe bellyboot zou kopen, zelfs al zou ik geen motortje hebben, namelijk er geen één meer met paddles. En een ander nadeel van die paddles is, als je, zoals ik, uiteindelijk met een motortje ben gaan vissen, dus een motortje bent gaan gebruiken, ja, dan kun je die paddles, die pads waar die paddles mee vastzitten, zowel voor waar het scharnierpunt zit als achter waar je hem erin klem, als je hem niet gebruikt, kun je eraf krijgen. Hè. Als je gaat feunen op een graadje of 70, 80, hè, dan gaan overigens bijna alle lijmen los. Maar dan hou je wel lijmresten op die boot en die zijn gewoon heel erg moeilijk te verwijderen. Dus ja, ik heb ze maar laten zitten, maar ik gebruik ze niet meer voor mijn paddles. Ik heb die paddles zelfs niet meer. Dus ja, wat mij betreft, paddles op een bellyboot, ik zie er niks in. Maar voor iedereen die dat anders ziet, prima. Ja, inmiddels, zoals ik al zei, zijn er eigenlijk heel veel soorten PVC bellyboten te koop. En de basis is eigenlijk allemaal hetzelfde. Je hebt vaak drie luchtkamers, één links, één rechts en een bodem. En daarop komt dan weer een stoeltje, wat je dan weer opblaast en dat heeft één luchtkamer. Ja, en de basis voor al die bellyboten is vrijwel gelijk, in ieder geval voor die PVC bellyboten, want de verschillen zitten vaak in, ja, het volume van de hoeveelheid lucht die erin gaat. De een heeft wat dikkere drijvers zoals de ander. Ja, sommige stoeltjes zijn wat anders gevormd, maar nogmaals, de basis is hetzelfde. Er zit wel flink wat verschil in gewicht van die bellyboten. Met mijn Savage Gear 1,70 meter heb ik volgens mij een gewicht van 13 kilo of misschien 14 kilo, dat weet ik niet precies, dat zou ik moeten opzoeken. Er zijn lichtere en er zijn ook zwaardere bellyboten, denk ik. In ieder geval, als ze vol met accessoires zitten, zijn ze sowieso zwaarder. Maar die lichtere bellyboten, ja, die hebben ook simpelweg een wat dunnere wanddikte in PVC. En ja, dat zou ik persoonlijk niet willen. Ik heb die wat zwaardere en die wat dikkere PVC bellyboot, heeft toch echt wel als voordeel dat als je op rivieren vist met basaltdammen en dergelijke, ja, dan is dat allemaal wat minder kwetsbaar. Ook tussen het riet enzovoorts. Het zal echt niet zo snel kapot gaan als je een wat dunnere hebt. Volgens mij zijn de dunste iets van 0,7 mm wanddikte. En voor zover ik weet zijn die wat zwaardere 1 of 1,2 mm. Nou, ik ga echt wel voor een hogere wanddikte. Want ook bij het
verplaatsen van die bellyboat van je auto naar de kant. Als ik mijn motortje monteer, zet ik hem op de punten neer. Nou, daar zijn ze meestal dan wel wat verstevigd, maar het is gewoon prettig als je daar niet al te voorzichtig mee hoeft te zijn. Nou, ik kan je zeggen dat mijn Savage Gear boot nu na 4 jaar, daar zie je best wel wat krasjes op zitten, maar er is de Renijn echt diep. En ik heb er eerlijk gezegd gewoon een heel goed gevoel over. Dingen zijn enorm stabiel, goed slijtvast. Dus wat mij betreft een aanrader om zo'n boot te kopen. En of dat die dan van Mad Cat is of van, noem alle merken maar op. Als de wanddikte hetzelfde is en je hebt ze van 1, 2 bellyboot, noem maar op. De basis nogmaals, allemaal hetzelfde. En het zijn gewoon stuk voor stuk prima boten. Koop datgene wat je prettig vindt. De belangrijkste verschillen zijn dus de wanddikte van het PVC. En wat mij betreft, neem een dikkere, dan is die minder kwetsbaar. Dan heb je veel minder last van lekkages. Als die al voorkomen. Er is wel één dingetje wat ik nog wil aanmerken. Die bellyboten, die hebben meerdere luchtkamers. En als je ze moet geloven, zijn ze ook allemaal gescheiden van elkaar, waardoor de veiligheid gewaarborgd zou zijn. Dat betekent dat als er ergens per ongeluk, ik noem maar wat, een dreg of een andere haak of iets door je bellyboot heen prikt en een van die luchtkamers gaat lek. Nou, stel je voor dat je ergens op een rivier zit, dan zou dat best riskant kunnen zijn, hè? Want als dat allemaal geschakeld is, dan zou zo'n bellyboot kunnen zinken. Nou, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld, maar ik ben er wel achter gekomen dat het zo hoort te zijn dat die luchtkamers los van elkaar zijn. Maar mijn Savage Gear is een keer lek geweest. En dat heb je kunnen zien in een filmpje wat ik ooit heb gepost, waarbij ik een snoek vast had die spartelde, uit mijn handen is gevallen. En ja, geloof het of niet, maar met zijn bek open op een bellyboot is gekomen, op een van mijn drijvers. En daar toch een tand doorheen prikte. En in eerste instantie had ik dat niet gemerkt. Maar op een gegeven moment toen ik wilde eraan verzitten, merk ik dat dat die boot wat zachter werd. En ik zat op dat moment op Nieuwe Merwede. Daar stroomde het flink. Dus snel naar de kant toe. En uiteindelijk dat lekje gevonden. Maar ik kwam er wel achter dat dat lek zat op de linker drijver. Tenminste, als ik in mijn boot zit links. En ik had het idee dat die dan rechts niet leeg zou lopen. Maar dat bleek niet het geval. Het bleek in mijn geval toch zo dat die luchtkamers met elkaar in verbinding staan. En ik weet dat het niet hoort, maar ik heb ook gelezen op social media dat het wel regelmatig voorkomt dat daar blijkbaar ergens iets niet goed is in zo'n boot. En dat het toch zo is dat ze met elkaar geschakeld zijn. Ik merk het ook die keren dat ik hem oppomp, dat komt weinig voor, maar dan hoef ik ze niet gescheiden op te pompen, want pomp ik de ene op, dan wordt de andere ook automatisch harder, terwijl er eigenlijk 2 ventielen zitten. Nou, onveiligheid. Ja, het is zo dat op het moment dat zo'n boot lek gaat en een van de drijvers gaat lek, ja, dan komt die scheef te hangen. Zouden ze, zoals bij wat bij mij gebeurde, allebei lek gaan en je kunt niet snel genoeg aan de kant komen, dan is het nog altijd zo dat de bodem en je stoeltje niet leeglopen, zodat het, naar mijn idee, als je een klein beetje kan zwemmen, lijkt het me in geen enkel geval onveilig. En ja, ook daar zit een dingetje wat iedereen zelf moet weten. Ik draag eigenlijk nooit een opblaasbaar reddingsvest of iets dergelijks. Maar goed, ik heb ook in al die jaren nooit ellende meegemaakt. Daarmee 1 keer dus op de Nieuwe Merwede met wat ik je net vertelde. Maar toen heb ik me ook geen seconde onveilig gevoeld. Die boot loopt niet in 1 keer leeg. Je hebt altijd wel de tijd om of met je motortje of met je flippertjes aan de kant te komen. En mijn manier van vissen is ook nooit zo heel erg ver van de kant vandaan. Dus wat dat betreft, de drijvers in zo'n bellyboot gaan er maar niet 100% van uit dat ze echt gescheiden zijn. Toen ik mijn bellyboot kocht, toen zag ik, of eigenlijk waren toen de meeste bellyboten voorin, door middel van een soort aluminium buis met een netje, links en rechts verbonden. Die buis klik je erin en dat netje heb je voorin, dat zet je met 2 klipjes vast. Nou, dat zie ik als een enorm voordeel. En dat klinkt misschien gek voor degene die die ervaring niet hebben en of op een andere manier vissen. Maar er zijn een paar dingetjes die mij erg bevallen aan die aluminium buis met dat netje. En één daarvan is dat met de vlieghengel, als je
aan het casten bent en je strip je lijn binnen, dan moet je die lijn ergens laten. Nou, sta je op de kant, doe je die lijn op de grond of je hebt een stripmandje. En die bellyboat gebruik ik simpelweg dat netje daarvoor. Nou, dat is super makkelijk. En dat gebruik ik ook als ik een vis heb die ik even wil neerleggen. Dan gaat dat ook prima daarop. Gereedschap wat je even wil neerleggen. Ik zie het als een soort van tafeltje. Nou, ik heb geen andere tafeltje op mijn bellyboat. Die kun je monteren, maar ik wil er geen onnodige zaak aan hebben. Dus ik gebruik dat netje daarvoor. Dus het netje van die aluminium bar, die aluminium buis die daarvoor zit. Het netje wat daaraan vast zit, is voor mij echt onmisbaar is een groot woord. Maar ik zou het niet willen missen. En de aluminium buis zelf geeft mij toch op een of andere manier een wat veiliger gevoel. Simpelweg omdat die keren dat ik met een boot heb gevist, als ik eens wissel met iemand en ik heb die buis niet voor me, dan voelt dat, en ja, mensen die dat niet hebben, zullen dat ook niet herkennen, maar voelt dat toch een beetje zo van, ja, je kan eruit glijden, zeg maar. En met die buis voor je is dat niet het geval. En wat ik ook heb, mijn sessies duren over het algemeen wat langer als een paar uurtjes. Ik zit toch al snel 8 of 10 uur op het water, zomer en winter. En dan krijg je best wel eens een keer een houten kont. Nou, dan is het erg prettig als je je eigen even kan tegenhouden aan die aluminium buis. En even kan gaan verzitten of even voorover kan gaan zitten. Om weer wat doorstroming van bloed te krijgen op de plaatsen waar het als dood aanvoelt. Dus ja, ook daarvoor is voor mij die aluminium buis met dat netje gewoon een heel prettig accessoire. En dat wordt niet bij iedere bellyboat standaard geleverd. Het is wel bij iedere bellyboat, voor zover ik weet, met losse pads op te lijmen en daar dan weer tussen te zetten. Maar voor de manier waarop ik vis, zou ik zeggen, als je overweegt zo'n ding aan te schaffen, doe het dan waar het al op zit. Dan hoef je het er zelf niet op te zetten. Nou, die hoge zit is gewoon heel prettig. Om een aantal redenen. Je hebt eigenlijk maar een heel kort stukje in het water nodig om voldoende kracht te hebben met flipperen. Met het verplaatsen, wat ik met een motortje doe, is het ook prettig dat je minder beenlengte in het water hebt hangen. En die kun je wel optillen, maar als je een kilometer wil gaan varen, is het toch prettig als je gewoon je benen kan laten hangen, omdat ze simpelweg niet te diep in het water hangen en daardoor niet te veel weerstand met het varen opleveren. Maar ook een van de dingen is, als je in de winterperiode vis en het water is wat kouder, ja, dan wil je gewoon niet met je kont in het water zitten. Nou, daarom is zo'n hogere zit wel gewoon heel erg prettig. Kijk je dan naar de aanschaf van een bellyboat, ja, dan denk ik dat je in eerste instantie, als je daar geen ervaring mee hebt, eraan denkt van bepaalde wateren en een bepaalde manier van vissen. En ja, ik doe dat wel met mijn flippers en misschien met die paddles. Nou, mijn ervaring is na jaren dat paddles, nogmaals, heb je niet zo erg veel aan op groter water. Je hebt simpelweg een motortje nodig. Nou, er zijn eigenlijk ruwweg twee manieren om je met een elektromotortje voor te bewegen. Dat is een elektromotortje wat je aan de punt van je bellyboat monteert. Dan moet je daar een soort van beugel op zetten waar je dat motortje aan kan klikken. Dat kan. Ik maak gebruik van een Float Plus motortje, dus een motortje wat je onder je boot monteert. Nou, er zijn tegenwoordig heel veel bellyboten waar die, zoals ze dat noemen, Float Plus ready zijn. Dus waar standaard al zo'n sleuf op zit waar je dat motortje inschuift en met een borgpennetje vastklikt. Nou, dat vind ik wel een pre, dat in ieder geval dat eronder gelijmd zit. Die boten hebben vaak ook een gat waar dan de kabel die van het motortje komt, die naar de accu toe loopt, doorheen kan. Daar heb ik niet zo'n heel groot voordeel in gezien. Maar zit het erop, nou prima, dan kun je altijd nog kiezen om hem daardoor te zetten. Maar dat kost simpelweg meer tijd en dat is wat lastiger met die kabel. Ik leg hem buitenom door van de motor vandaan, door het handvat waar wat onder mijn bellyboat zit, zo naar de accu toe. En dat bevalt me uitstekend. Maar koop je zo'n bellyboat, ja, realiseer je dat je vroeg of laat, als het je gaat bevallen, die manier van vissen, waarschijnlijk toch een motortje zal kopen. En bedenk dat van tevoren. Want ook al heb je het motortje nog niet, is het wel prettig als je zonder al te veel geneuzel zo'n ding kan monteren aan je boot. En ik denk dat die ontwikkeling van die motoren nog veel verder zal gaan. Ik weet dat, ja, Float Plus, mij bevalt dat uitstekend. Ik heb de eerste versie van Float Plus destijds gekocht met zo'n Li-ion accu in zo'n koffer.
Nou, dat bevalt me echt uitstekend. Er is inmiddels van Flow Plus een nieuwere versie waar ook een achterruit op zit en die nog iets meer vermogen heeft. Nadeel daarvan vind ik dat die geleverd wordt met twee koffers. Eén met de besturing, één met de accu daarin. En dat is toch weer iets meer kabels en rommel op je boot. Ik wil dat schoon en overzichtelijk houden met zo min mogelijk kabels. Maar goed, wat ik al zei, die ontwikkeling gaat door. Ook de ontwikkeling van elektromotoren, waar je nu ziet dat er bedrijven zijn die een standaard, bijvoorbeeld Minn Kota of een ander motortje, ombouwen, zodat die dan met een afstandsbediening te regelen is. Nou, ik ben ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd er allerlei nieuwe systemen op de markt zullen komen die handzamer zijn, met een hogere capaciteit van accu en dus minder stroomverbruik eigenlijk. En veel meer gericht zijn op het duurzaamheid en ja, het visplezier. En ook dat moet iedereen op zijn eigen manier doen. Ik zie mensen die willen niks anders dan een buitenboordmotor. Ik zie mensen die willen per se een motortje onder de boot. Nou, daar ben ik er één van. Dus ja, hou er rekening mee. Koop je een bellyboot, zou ik daar zeker naar kijken dat die daarop voorbereid is. Ja, dan een ander dingetje is dat inmiddels zijn er bedrijven waar je een bellyboot helemaal custom made kan laten aanpassen. Hè? Dus je koopt eigenlijk een soort van blank bellyboot en dan kun je zeggen, ja, ik wil hier een pad hebben waar ik de mount voor mijn dieptemeter op zet en daar moet de dieptemeter zelf komen. Daar wil ik één of twee of drie hengelsteunen of nou ja, een camera mount of whatever. Dat is allemaal mogelijk. Nou, dat was in de tijd dat ik dat ding kocht niet zo. Er waren wel aardig wat Scotty accessoires, maar het was allemaal nog heel beperkt. Nou, hou er rekening mee dat je afhankelijk van de manier van vissen hengelsteunen op zo'n boot nodig zal hebben. En bedenk van tevoren goed waar je die zal plaatsen. Verticaal vissen of kunstaasvis of trollen is allemaal weer anders als wat ik doe. Voor mij, ik heb ervoor gekozen om in ieder geval twee posities de aansluiting voor een hengelsteun te monteren. Nou, daar heb ik op mijn doe-het-zelf manier gebruik gemaakt van de mounts waar de paddles standaard mee opgezet worden. Nou, die paddles gebruik ik niet meer, maar die heb ik aangepast zodat ik daar mijn hengelsteun op kwijt kan. Links heb ik op, zeg maar, waar mijn paddles zaten, een plateautje gecreëerd met daarop mijn visvinder. En aan zeg maar de montage van de paddles, die gebruik ik om daar transducer arm op te zetten en dat is ook weer een dingetje wat ik zelf heb gemaakt. En dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik denk dat er geen goede dingen te koop zijn, maar er zijn eigenlijk twee redenen voor. Als ik kijk naar de accessoires die je standaard koopt, ja, dat is bijna allemaal kunststof. En ja, met mijn manier zoals ik met mijn spullen omga, ik gebruik het ook echt. Hè? Dus dat betekent dat ik er niet al te voorzichtig mee ben. Het moet gewoon gebruiksgoed zijn en dat kunststof, met name 's winters, vind ik gewoon te kwetsbaar. Dus ik heb ervoor gekozen om daar zelf dingen voor te maken en dan eigenlijk zonder uitzondering metaal of aluminium. Nou, dat bevalt me uitstekend. Wat ik nu benoem zijn allemaal zaken die gelden voor mijn manier van vissen en iedereen die het anders doet moet het vooral op zijn manier doen. Maar ik heb ervoor gekozen links de aansluiting voor een hengelsteun en rechts achter me een aansluiting voor een hengelsteun. Nou, die rechts achter me gebruik ik ook echt als hengelsteun en dan is het dus zo dat ik daar zo'n, nou, ik gebruik dit steuntje wat dan weer verstelbaar is in hoogte en wat afgesloten kan worden zodat het er niet uitvalt. Die zet ik daarin vast. En als ik eventjes mijn hengel niet gebruik, zet ik hem daarin. Ik zeker hem. En dat is gewoon prettig dat je hem dan links achter je hebt staan. Ik gebruik hem niet zoals sommige mensen dat wel zullen doen als hengelsteun om actief ermee te vissen. De rechtse aansluiting voor die hengelsteun gebruik ik zo'nzelfde soort steun op. Die heb ik er op die manier in staan en daar staat mijn camera mount in, zodat ik wanneer ik aan het vissen ben mijn eigen video's kan opnemen. En daar komt binnenkort
ook een nieuwe video over. Dus voor mij de ideale opstelling. Linksvoor heb ik mijn visvinder staan. Overigens een heel simpel ding. Ik gebruik deze Lowrance. Hoe heet zo'n ding? Volgens mij is dat een hoek 2, 4 keer met GPS. Nou, dat zal voor mensen die verticalen een veel te simpel ding zijn. Dat snap ik, want dan vis je echt in het signaal van je transducer. En dan wil je echt die signalen zien en daar actief op vissen. Dat is in mijn geval niet zo. Ik gebruik dat ding eigenlijk alleen als dieptemeter. En natuurlijk is het leuk om te zien of dat daar vis zit en of je grote bogen ziet. Maar ik vis 7, 8 of 9 meter achter mijn bellyboot. Dus het signaal wat ik zie op mijn scherm is een signaal wat pas 20, 30 seconden later actief is op de plaats waar mijn streamer op dat moment is. Dus voor mij linksvoor deze dieptemeter. Linksachter heb ik een steun staan waar ik mijn hengel in kan plaatsen. Of waar als ik een tweede hengel meeneem, wat ik soms doe, kan ik die daarin positioneren zodat ik mijn handen vrij heb. En rechts heb ik die camera mount zitten waar ik die soort van selfie stick in heb staan. Nou, dat bevalt me uitstekend. Maar de boodschap is eigenlijk, denk er goed over na hoe je het wil gaan gebruiken. En soms is het beter om eerst eens een keer te gaan proefvaren en een beetje proefvissen, zodat je dan precies weet, zo wil ik het hebben. Want er zitten zo pads opgelijmd, maar je wil ook geen model koe hebben waar je overal pads hebt zitten die je misschien niet gebruikt. En het zijn ook allemaal weer dingen waar je lijn achter kan komen. Dus voor mij is de opstelling zoals ik hem net benoem gewoon uitstekend. Dus ik noemde al de Float Plus. Nou, dat bevalt mij perfect. Ik zou wel zonder kunnen, maar niet meer zonder willen. Want ik gebruik mijn motortje dus niet voor het vissen. Ik gebruik mijn motortje alleen voor het verplaatsen van de ene stek naar de andere. En ik probeer zoveel mogelijk stekken te bevissen waar ik aan één stuk door een traject kan doorvissen. Maar soms weet je gewoon na een aantal keren dat er ook stukken zijn waar je gewoon nauwelijks of nooit een aanbeet krijgen. Nou, wil je die overslaan, wil je je dag zo effectief mogelijk benutten, dan gebruik ik die Float Plus en dan zet ik dat ding aan om die afstanden te overbruggen. Voor het gebruik van die Float Plus of van een elektromotor heb ik inmiddels wel de ervaring dat je daar best een aantal uren mee kan varen. Overigens veel minder als wat door de fabrikanten wordt opgegeven. Maar ga je daar, heb je nog geen ervaring met zo'n buitenboordmotortje of met een Float Plus, is mijn tip in ieder geval, als je van plan bent een flink stuk te gaan varen daarmee, vaar dan op maximaal 70% van de capaciteit van het motortje. Je ziet dat ook wel op de afstandsbediening van zo'n ding. Ga je boven de 70%, kom je in een rood gebied. Nou, dat wil niet zeggen dat je olie moet gaan verversen of zo, dat is absoluut niet het geval. Maar wat je dan krijgt is dat je accu veel sneller leeg gaat. En ik heb al eens gehad dat ik, toen ik het ding pas had, een flink stuk ben gaan varen op 100% capaciteit. En uiteindelijk tegen de stroom in terug moest. En ik denk dat ik toen, misschien een half uur heb gevaren op 100%. En toen moest ik eigenlijk ook weer een half uur terug op 100%. En dat redde ik simpelweg tegen de stroom in niet. Dan neem je snelheid af, dus je doet er ook langer over. Dus dat had misschien wel 3 kwartier moeten duren, maar ik was gewoon halverwege, was mijn accu leeg. En dan ga je daar een beetje mee experimenteren. En dan zie je dus gewoon, als je rustig vaart op een capaciteit van 70%, dat betekent met een Float Plus van het type wat ik heb, het eerste type, dat je dan op 70% een snelheid hebt van 2,5 km per uur. Nou, dat gaat niet bijzonder snel, daar kun je niet achter water skiën. Maar het gaat mij snel genoeg. En dan hou ik altijd voldoende accucapaciteit over om ook nog een keer heel gemakkelijk weer terug te komen. Dus geldt eigenlijk voor elke elektromotor met het type Li-ion accu. Bij Float Plus leveren ze dat ding er standaard bij. Heb je een elektromotortje erachter hangen, een Minkota of whatever voor merk dan ook. Zul je een accu kopen, dan kun je kiezen voor een loodaccu. Lood is niet alleen hetgeen waar die zich in oplaadt, maar het is tegelijkertijd ook het gewicht van het ding, want die dingen die wegen echt als lood. Dus het is veel mooier om zo'n Li-ion accu'tje te hebben. Daar kun je gewoon heel veel plezier van hebben. Het is duurder,
Maar het heeft een veel betere capaciteit en ook met name in de winterperiode, want dat is bij elke accu wel een dingetje. Dan neemt die capaciteit aardig af en dan heb je met lithium-ion accu wat minder gevoeligheid. Elektromotor erachter, Flowplus eronder. Kies ervoor wat je wil. Flowplus of een ander, misschien toekomstig merk, is allemaal best wel prijzig. Maar ik heb mijn Flowplus nu zo'n 2 jaar, schat ik. En ik moet je zeggen, ik heb er motorisch nog nooit een probleempje mee gehad. Ik heb 1 keer met mijn afstandsbediening een dingetje gehad wat niet goed ging. Dat die op een gegeven moment gewoon steeds uitviel. Nou, bij Flowplus is die service gewoon perfect. Ze komen er nog net niet aan de waterkant omruilen, maar binnen 2 dagen opgelost. Complimenten. En dat zal bij motoren van een ander type waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar mijn ervaring met Flowplus is in ieder geval perfect. Ja, de man die me vroeg om dit filmpje te maken heeft ook iets gevraagd over het sturen met zo'n boot. Hoe doe je dat nou? Ja, dat doe je met je flippers. En dat is in het begin even vreemd. Maar als je er een klein beetje gevoel voor hebt, dan weet je gewoon in een paar minuten hoe dat werkt. Het is een beetje of je gaat, ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft, maar ik ben ooit eens een keer wezen skydiven in zo'n binnen skydive circus. Nou, daar is het echt zo dat je heel snel merkt van als ik hand iets omhoog, dan krijg je gelijk dat je dit doet of dat doet. Nou, dat is met je flippers eigenlijk ook niet zo extreem, maar wel de situatie. Ja, hoe diep flipper je links en rechts? Draai een klein beetje met je flippers, zoals je ook met peddelen hebt. Iets meer met rechts of met links. En je ziet gelijk dat je de andere kant op stuurt. Nou, dat is met zo'n motortje ook zo. Je hou je flippers simpelweg in het water, niet al te diep, want dan ga je toch wat meer weerstand krijgen. En dan kun je simpelweg door je ene been iets dieper te steken, zie je dat je heel snel die kant op draait of andersom die kant op. Nou ja, je moet dat even ervaren, dat kun je niet in een boekje leren, dat moet je gewoon zelf aanvoelen. En de een zal er wat meer aanleg voor hebben als de ander, maar het is heel snel en heel makkelijk te leren. Ik ben ervan overtuigd dat binnen 5 minuten eigenlijk iedereen wel de basis onder controle heeft. En dan zie je ook dat als je gaat varen, nou heb je stroom mee, ben je aan het flipperen en je motortje staat uit, maar je hebt stroom mee, kan het soms te snel gaan voor deze techniek die ik toepas. Ja, dan merk je heel snel dat als je je flippers recht naar beneden steekt, dat werkt als een soort van rem en dat je de snelheid behoorlijk kan beperken. Nou, dat hou je natuurlijk geen uren vol, dan krijg je aardig kramp. Maar dat is in ieder geval wel een manier om af te remmen. Ja, met elektromotoren opletten dat als je op ondiep water terechtkomt, dat je dan... er zijn eigenlijk 2 dingen die dan van belang zijn. Vaak staan daar ook de waterplanten. Nou, waterplanten in een elektromotortje betekent over het algemeen motortje omhoog of boot op zijn kant spullen eruit halen. Dat is best lastig. Zeker zomers met veel drijfvuil is dat best wel een nadeel. Maar goed, dan gebruik ik simpelweg mijn motortje zo min mogelijk. En voor je het gebruikt wil dat ook flink helpen om eens een keer een soort van pirouette met je bootje te draaien. Dan zie je vaak dat al het vuil er wel al tussenuit is. En heb je een motortje wat voor en achteruit kan draaien, ja, dan werkt dat natuurlijk ook heel makkelijk. Maar ja, het is met een elektromotortje onder je boot natuurlijk wel zo, kom je op een diepte minder als 50 of 60 centimeter water. En zeker op rivieren waar je basaltdammen hebt, let dan op. Want het is in dit geval allemaal kunststof, die propelletjes, die schroefjes die erop zitten. Ja, zo'n ding kan natuurlijk ook kapot. En het is allemaal beveiligd hoor, want ik heb ook wel eens een keer dat ik wat vuil in mijn motortje had. En dan zie je dat als het motortje simpelweg niet meer kan draaien, slaat hij gewoon af. Dan zie je op je afstandsbediening een soort van error verschijnen. En dan weet je, ja, nu moet ik even kijken wat er aan het propelletje zit. Dus ja, ondiep water even opletten. 'S winters nooit geen enkel probleem, want dan zijn er bijna geen waterplanten, is er veel minder drijfvuil. Zomers, zeker op de plekken waar ik vis met heel veel plezier vaart, die heel veel losse planten veroorzaken, omdat ze vaak door de planten heen varen met motorboten. Ja, dat drijfvuil, let daarmee op, want dat kan je motortje belemmeren. Dus varen en sturen, geen enkel probleem. Dan nog iets over het verplaatsen met die bellyboot en de opslag daarvan. Ja, ik heb speciaal voor deze hobby
een autootje kunnen aanschaffen waar die zo in past. Dus eigenlijk laat ik die boot nooit leeglopen en dat is wat mij betreft het meest ideale. Want ja, weet je, als je die boot gaat laten leeglopen en ja, kun je niet anders, zul je wel moeten. Maar dan heb je simpelweg veel meer plooien steeds in die boot. Nou, dat is niet zo heel kwetsbaar, maar ik heb toch het idee dat ze daar toch wat sneller op kapot gaan. Maar een ander dingetje is dat die boten, daar zitten ventielen in waar je hem door opblaast en waar je hem ook door leeg laat lopen. En wat je ziet is als je zo'n boot steeds opblaast en leeg laat lopen, dat die op den duur vaak ook de ventielen, nou, lekkage is een groot woord, maar wat lucht lekt. En dan zul je dat ventiel een keer moeten schoonmaken, moeten aanzetten weer met een speciaal sleuteltje wat daarbij zit. Op zich geen probleem, maar het is gewoon lastig als je 's morgens die boot oppompt als je aan het water staat. En halverwege de dag moet je terug om hem weer bij te pompen. Nou, dat moet je allemaal niet willen. Dus eigenlijk als je de mogelijkheid hebt, laat hem opgepompt. Nou, dat lukt als je een stationwagen hebt of als je een bestelwagentje hebt zoals ik heb. Dat is allemaal prima. Kan dat niet, zou ik zeggen, nou, laat hem leeglopen. Maar als je hem wat langer niet gebruikt, zou ik zeggen, zet hem opgeblazen weg. He, dat is gewoon beter voor de boot zelf. Dus dat zijn de tips voor wat betreft het verplaatsen van die boot. Nou, daar zitten riemen aan. Ik heb ervoor gekozen om zo min mogelijk accessoires, geen grote dingen aan die boot te monteren. Omdat ik, ook als ik een keer 300 of 400 meter moet lopen van mijn auto naar de plek waar ik te water ga, ja, dan wil ik dat allemaal nog kunnen sjouwen met twee handen. En die boot heb je op je schouder en dan heb je twee handen om de spullen te dragen. Nou, heb ik mijn Float Plus met die accu-koffer, heb ik daar alleen een hand voor nodig. En dan wil ik mijn schep met mijn flippers en mijn hengel in mijn andere hand kunnen houden. Nou, dat lukt prima voor 200, 300 meter, maar dan moet je ook geen kilometer mee willen lopen, want dan kun je echt wel aan de zuurstof. En zeker als je dan nog een dag moet gaan vissen, dan wil je dat gewoon eigenlijk niet. En terug wordt het dan helemaal niet te doen, want dan ben je vaak ook nog moe van het flipperen. Ja, dan nog iets over lekkages op PVC-boten. Nou, dat even los van de lekkages van ventielen, wat wel eens voorkomt, maar dat is heel eenvoudig zelf op te lossen. Daar vind je ook allerlei filmpjes over op YouTube. Maar heb je een pechgevalletje zoals ik had, hè, dat je een snoek uit je handen laat vallen met zijn bek op die boot en de boot is lek, ja, maar dat kan ook gebeuren met een haak die door erheen prikt. Zeker met vissen met heel veel kunstaas, met flink wat dreggen eraan, dan loop je dat risico echt wel. Wees daar niet al te bang voor, want het is allemaal simpel te plakken. En dat is wel een groot verschil met zo'n boot met bladders. Ja, dan moet je dan de binnenboot eruit halen en die, nou ja, met schuim gaan besprayen om te kijken waar je lekkages zitten. Nou, weer droog maken en zoals een fietsband plakken, dat kan. Bij een PVC bellyboot is het heel simpel. Als je weet waar het lek zit, nou, dat is vaak niet al te moeilijk, want dat hoor je. Als je hem hard oppompt, dan hoor je echt wel waar dat hij lekt. Ja, dan kruisje erop zetten. Ik heb ervoor gekozen dan om met Korrel 240 een heel klein beetje. Dus het beste is om een plakker te maken. Nou, dat kun je maken van het materiaal wat meestal meegeleverd wordt bij de bellyboot om reparaties te doen. Nou, dan knip je eigenlijk een plakker die royaal groot genoeg is om je lekkage te dichten. Die leg je erop, je tekent hem af. Je kan hem eventueel afplakken, zoals ik dat heb gedaan met masking tape. Dan schuur je dat gedeelte waar die plakker komt heel licht op. Even ontvetten. Nou, dat kan je het beste doen met wat alcohol, dus wat spiritus bijvoorbeeld. Ook de plakker zelf even opschuren. Dus die plakker is eigenlijk een stukje van hetzelfde materiaal als waar de boot van gemaakt is. Schuur je ook op met hetzelfde fijne schuurpapier. Ik gebruik Korrel 240, maar dat kan ook nog fijner zijn. Het gaat er maar om dat je hem even mat schuurt. Nou, ook die plakker, die moet je even ontvetten met een beetje alcohol. Dan pak je weer je PVC-lijm die je hebt, waar je waarschijnlijk al pads mee geplakt hebt, of zoals ik, de aansluiting van de bellyboat, de Float Plus onder de bellyboat. Nou, diezelfde PVC-lijm kun je voor de reparatie gebruiken. Ik heb het zo gedaan dat ik die boot niet hard, maar zachtjes heb opgepompt. Na het ontvetten ingesmeerd beide zijden met de PVC-lijm. Even blazen totdat die goed mat is geworden, de kleur van de lijm, dat hij niet meer glanst. Nou, dan is het meeste oplosmiddel eruit. Dan druk je hem op elkaar en dan laat je hem, ja, een paar uur drogen en dan is die gewoon weer als nieuw. Ik heb hem één keer moeten plakken. Nou, dat is met een zwarte plakker op een zwarte boot. Je ziet er helemaal eigenlijk niks van. En dat is net zo betrouwbaar als de rest van de boot.
Dus wees daar niet al te bang voor. Ga zo'n boot een keer lekker. Is die heel eenvoudig te repareren. Nou, eens kijken of ik nog iets vergeten ben. Ja, onderhoud van een bellyboot. Dat is er eigenlijk niet. Het enige wat je moet doen is hem schoonhouden. En dus ja, met een PVC bellyboot, voor zover ik weet, geen onderhoud. Ik kies ervoor om 2 of 3 keer per jaar heb ik een autowasborstel achter in mijn auto liggen. En ben ik dan een keer aan de waterkant en ik heb een bui dat ik denk, het moet weer eens een keer schoongemaakt worden. Dan ga ik met mijn autowasborstel in het water gewoon de boel weer netjes schoonmaken. En ja, dan ziet hij er weer als nieuw uit. Ja, tot slot. Er is ook nog een keuze om niet te kiezen voor een bellyboot, maar voor een kajak of een pontonboot. Dat zijn boten, eigenlijk een bellyboot, maar een bellyboot is meestal een U. En die pontonboten zijn 2 drijvers met een stoeltje erop gemonteerd. Ja, dat is een keuze die je echt zelf moet maken en is ook sterk afhankelijk van de manier waarop je vis. Ik denk dat zo'n pontonboot lekker stabiel is. Ik heb er eerlijk gezegd nooit mee gevist, maar ik heb er wat filmpjes van gezien. Ik denk dat dat een prima keuze kan zijn. Ik heb, toen ik een auto heb gekocht om de spullen in mee te kunnen nemen, ben ik met mijn bellyboot achterin mijn SUV-autootje naar verschillende garages gereden en verschillende merken van zeg maar caddy-achtige of transportautootjes bekeken. En ik heb een Ford Transit gekocht, het kortste model, en daar past een 1,70 meter bellyboot exact in. Ik hou nog een paar centimeter over. Nou, dat is ideaal. Deurtjes dicht. Perfect. Zo'n pontonboot is wat breder en vaak ook wat langer. En dan heb je ook weer een grotere auto nodig. Dus voor mij is dat geen optie, maar ik denk dat ik als ik de ruimte zou hebben in mijn auto, dat ik misschien ook wel eens een keer, als ik een volgende boot zou kopen, nou zo'n pontonboot zou kopen. Want ja, het stabiele en die hele hoge zit vind ik toch wel erg mooi, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, het andere alternatief is een kajak. En dat is ook een sterk afhankelijk of dat geschikt is voor jouw manier van visserij. Natuurlijk van de manier van vissen die je toepast. Ik praat in mijn geval dus over het vissen met de vliegenhengel, met dat lange leader systeem of techniek die ik toepas, waarbij ik een soort van jigging met mijn streamer achter mijn bellyboot toepas. Nou, dat is voor mij super succesvol. Maar de reden dat zo succesvol is, is de techniek van de lange leader en het soort streamer wat ik gebruik. Daar kun je alles over terugvinden op mijn YouTube kanaal. In een film van 2 delen. Maar het andere is dat ik met die bellyboot heel nauwkeurig de taluds, ook al zijn ze nog heel grillig, kan volgen, de snelheid precies kan aanpassen. En met een kajak, als je een standaard kajak hebt, dan moet je toch, om vooruit te komen, je handen gebruiken. Nou, die heb je niet vrij als je met mijn techniek zou vissen. Wat dan wel zou kunnen is een trapkajak. Dus een kajak met een mechanisme waarbij je met je voeten een soort propellertje, zoals op een fiets, een propellertje onder je boot ronddraait. Nou, dat werkt echt hartstikke mooi. Ik vind het echt een prachtig middel om je over het water te verplaatsen en daarmee te vissen. Het is alleen voor mijn techniek om 2 redenen minder geschikt. Met die kajak is het gewoon wat lastiger om je voor te bewegen, wat ik noem flipperen, maar rond te draaien, je motortje te bewegen. Of het is geen motortje, maar je propeller te bewegen en vooruit te gaan. Plus het sturen is totaal anders. En ja, zit jij in die bellyboot en je hebt eenmaal in de gaten hoe je stuurt met je flippers en hoe je je snelheid bepaalt, dan kun je dat zo subtiel doen dat voor mij een van de belangrijkste redenen van mijn succes is. En het andere ding is, zo'n trapkajak kan ik in mijn transportautootje simpelweg niet meenemen. Volgens mij is Hobie een van die merken. Nou, daar heb ik al eens naar zitten kijken. Ja, dan praat je toch al snel over 3 meter. Nou, ik heb je net verteld dat mijn autootje ongeveer 1,80 meter
binnenruimte heeft, ja, dat gaat gewoon niet. En ja, ik denk dat, dat het ook minder geschikt is voor deze manier van vissen. Maar zou ik bijvoorbeeld verticale of veel meer trollen, ja, dan zou dat echt een prachtig vaartuig zijn. Maar dan zou ik ervoor kiezen, en ik heb er al eens naar zitten zoeken, om dan een soort van tweedelige kajak te hebben die als een soort van puzzel in elkaar past. Waarbij je dan in plaats van 3 meter lengte, 1,5 meter lengte hebt, die je dan in de midden, ja, met een bepaald mechanisme in elkaar pakt, wat je dan ook weer kan borgen met klemmetjes of iets dergelijks. Nou, daar heb ik echt de ideale kajak nog niet in gevonden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben ook zeker niet van plan om die voor mijn techniek toe te gaan passen. Maar ik kan me voorstellen, als je graag trol of als je simpelweg heel veel castend vis met een vliegenhengel, zou dat wel een heel mooi alternatief zijn op de bellyboot. Voordeel is ook dat je niet in het water zit, maar er volledig boven. Dus je hebt ook niet echt een waadpak nodig, hè, wat bij een bellyboot wel altijd noodzakelijk is. Het is ook minder koud, denk ik, als je in de winterperiode niet met je benen in het water hoeft te zitten. Maar de ideale trapkajak heb ik nog niet gezien, die dan meer geschikt zou zijn voor die manier van vissen. Maar ja, ben je bereid om zo'n volgens mij 30 kilo zware kajak steeds op je dak van je auto te leggen of daar een aanhangertje voor achter je auto te hangen? Zou ik zeggen, als je techniek past bij zo'n soort boot, doe dat beslist. Want ik heb een aantal kennissen die op een andere manier met een vliegenhengel vissen als ik, dus veel meer casten. En die hebben zo'n trapkajak of een kajak met een elektromotor erachter. Ja, dan is het wel een hele mooie manier van vissen. En, dus ja, dat wat betreft de keuze van een bellyboot. Eigenlijk, ja, je hebt de keuze tussen de traditionele bellyboot die echt veel goedkoper is. Die kost de helft minder nog als een PVC bellyboot. Maar goed, realiseer wel, schaf je zo'n ding aan en je vindt het leuk, ben ik ervan overtuigd dat je gewoon binnen een half jaar een andere wil, en dan is dat eigenlijk weggegooid geld geweest, want zo'n boot verkopen, dat lukt je bijna niet meer, want er is gewoon veel minder interesse in. Nou, in die PVC bellyboten is de wanddikte dan het verschil. Verder zijnde is de basis eigenlijk altijd vergelijkbaar. Je kunt even kijken wat er standaard op en aan zit. En ja, de derde keuze is dan zo'n pontonboot. Nou, prachtig, maar groter, ook wat zwaarder. Heb je daar de ruimte voor? Heb je voldoende spierkracht om zo'n ding over een wat langere afstand te verplaatsen? Dan koop zo'n ding dan. Natuurlijk kun je ook een wielerset monteren onder zo'n bellyboot of onder een pontonboot. Dat zie ik ook op YouTube regelmatig voorbij komen. Ja, dat is leuk als je ze verplaatst over een redelijk vlakke ondergrond. Waarbij je echt kan rijden met zo'n transportsysteem eronder. Maar moet je het gaan tillen, ja, dan wegen ook de wieltjes weer gewoon mee. En ze pakken ook vuil als je ze eronder laat zitten. Dus ja, daar zie ik niet zoveel in. Maar ja, daarmee spreek ik ook weer een aantal mensen tegen die er juist wel enthousiast over zijn. Dat kun je ook mee overwegen. Het is op elke bellyboot of pontonboot ook te monteren. Ik zie er geen meerwaarde in, ik sjouw het allemaal op mijn schouders en ik heb nog nooit een situatie gehad dat ik 2 keer naar de auto heb moeten lopen. Dus kies je ervoor om je boot en je flippers en je hengel en je eventueel motortje met accu en je schepnet mee te nemen, dan lukt het mij in ieder geval prima. En ik ben echt geen Hercules, maar dan kun je toch in ieder geval best wel 300-400 meter lopen als dat nodig is met dat hele spul op je nek zonder dat je het neer hoeft te zetten. Nou, ik denk dat ik daarmee zo'n beetje alles wel heb behandeld wat ik je kan vertellen over bellyboten. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de goeroe van de bellyboten, me hier als de goeroe van de bellyboten te presenteren. Absoluut niet, want ik heb maar ervaring met een paar bellyboten, dat is mijn eigen boot en ik heb er ooit maar 1 gekocht en die gebruik ik nog steeds. En de boten waar ik wel eens mee gevist heb, als ik iemand meeneem die zegt van joh, hoe voelt die boot voor jou nou? En dan stap ik in de boot van een ander. Nou, al die PVC boten voelen gewoon hartstikke goed. De rest heb ik je verteld en
Dat is mijn ervaring. Andere mensen zullen met andere technieken totaal andere behoeftes hebben. Nou, dat begrijp ik en dat waardeer ik en respecteer ik. Ik hoop dat ik je voldoende heb kunnen vertellen over de boten die passen bij mijn manier van vissen. Doe er je voorbeeld mee, voordeel mee, voorbeeld mee. Je voordeel mee en tot de volgende video weer.